Zie je die meneer in de zee daar? Maar kijk wat we hebben gekregen. We waren te laat voor het ontbijt. We zijn in een stadje. Oké, is just zien dat we hier niet overreden worden. Hallo, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Tien. Welkom bij deze vlog. Jullie hebben het al gezien in de beelden, maar we zijn in Kreta. Yay! Mijn verkoudheid is al een beetje beter. Joost wel nog een beetje aan mijn stem, dus sorry daarvoor. Maar we hebben net ontbeten. We zijn gisteren toegekomen, we waren zo moe omdat we een nachtvlucht hadden. We hadden niet geslapen, dus we zijn dan een beetje gaan slapen. We zijn wel nog in de avond iets gaan eten, maar dan zijn we ook direct in ons bed gekropen. Maar vandaag is het een nieuwe dag. We komen net terug van het ontbijt en we gaan naar het zwembad. Yay. Ik ga een beetje vloggen doorheen de reis. We blijven wel maar 5 dagen hier, omdat ik daarna terug opnames heb voor Bittersweet 16. Dus ja, daarmee blijven we maar 5 dagen. Maar toch even leuk dat ik 5 dagen toch op vakantie kan zijn tussen de opnames door. Ik zal jullie even het zicht laten zien, want het is echt een super mooi hotel. Daar is de zee en hier is echt nog wel veel wind. Ik denk dat het gewoon is omdat we op een eiland zitten. Er zijn echt wel grote golven. En dan hier het hotel. Dit zijn zo kamers waar je direct in het zwembad kan gaan. Maar dat hebben wij niet. Maar daar is het. Er is het grote zwembad waar wij naartoe gaan. En ik heb er echt super veel zin in. Het is hier echt heel warm. 30 graden elke dag, zelfs in de nacht is het super warm hier. But it's so beautiful. Dus ja, ik heb er keiveel zin in om te zwemmen. Vergeet natuurlijk geen like te abonneren. Let's go! De kamer is echt wel goed rommelig, maar dit is by the way mijn outfit. Zwembad outfit, slippers, een kleedje en dan daaronder mijn bikini. En ik hou echt van mijn bikini, hij heeft zo vringeltjes. Dat is een oranje bikini. En dan dit is het broekje. Dat heeft ook zo oranje bloemetjes. Dus het matcht mooi. Heel grappig, omdat wij een film opnemen deze zomer, moeten wij er heel de zomer hetzelfde uitzien. Dus ik mag niet te veel bruinen hier. Maar dat is heel moeilijk, omdat ik wel redelijk snel verbrand en bruin. Dus ik heb een oplossing. Avocadootje. Dit is echt gewoon perfect voor aan het zwembad te liggen. Zo kan ik niet verbranden. En ik heb ook nog een grote zonnehoed mee. Als ik echt geen zon wil. Maar mijn haar is ook heel mooi vandaag. Dan doe ik gewoon deze aan. We hebben onze bedjes gekozen. En hier is het zwembad. En daar is een bar waar je iets kan drinken. En dan daar in de verte is de zee. En het is echt een groot zwembad, want dat gaat nog helemaal rond daar ook. Echt cool. Wat gaan we eerst doen, Simon? Ik ga eens zwemmen. Eerst insmeren. Ah, oei, sorry. Insmeren is belangrijk. Hallo iedereen, ik heb een prachtige ochtendkapsel. We hebben ook net lekker ontbeten en het was echt super lekker. Ja. Ah, fuck, dat is cool. Hallo. Hallo. Hier zijn we weer, we hebben een tijdje niet gevlogd. Maar we hebben eigenlijk ook niet echt iets speciaals gedaan. We hebben dat nu al klaargemaakt, want het is black and white avond. Waarschijnlijk gaan we de enige zijn die zo gekleed zijn. Ja, kijk onze outfit. Oké, eerst zien we onze outfit. Zwarte broek, zwarte botten, witte trui. Mijn outfit zet ik even in de spiegel. Witte hemd. Een witte hemd. Wit hemd. Dit is mijn outfit. Witte rok,
wit topje en een sjaal. En dan zwarte schoenen. En nog een zwart tasje mee. Maar kijk wat we hebben gekregen. Allemaal chocolaatjes en fruit, omdat onze airco niet werkte. Ja, en een fles wijn. Maar onze airco werkte niet. En dan hebben we gebeld en zijn ze die komen maken. En dan kregen we dit. Echt cool. Maar wat gaan we nu doen? Eten. Ja, want het is al 8 uur, dus we gaan nu naar het buffet. Nice. Ja. Hallo, goedemorgen iedereen. We zijn vandaag zaterdag, denk ik. Tweede dag dat we hier zijn, tweede volledige dag. We zijn net wakker, we gaan gaan ontbijten. Weet je, deze nacht hadden we echt iets gek meegemaakt. We werden allebei wakker en was een aardbeving. Dat was echt super gek. Ineens was er een keigrote shock en dan zijn allemaal zo kleine shockjes. Maar het was heel kort en heel traag. We hebben dat opgezocht en het was echt een aardbeving. Maar aan de andere kant van het eiland, dus niet bij ons gelukkig. Maar dat is wel cool om iets mee te maken. Maar nu gaan we gaan ontbijten. Ik heb vandaag een helemaal roze outfit aan. Ik heb... Oké, de kamer wordt erger en erger, mannen. Oeps. Oké. Ik heb mijn roze slippers aan. Yeah. Yeah. Dan heb ik ook een roze bikini aan. Zo'n high-rise broekje. En het topje is echt super mooi, maar ik kan het niet zo goed laten zien omdat ik dit erover aan heb. Wacht. Oké, dit is het topje. Zo off-shoulder, maar ik kan het ook gewoon zo aandoen. Dus I like it. Ik heb een zwarte zonnebril weer aan. En een schelpketting die ik hier heb gekocht. En ik heb natuurlijk ook weer mijn hoedje meer van Awo en Kado. En ik heb ook iets kei cool dat ik misschien ga meenemen. Of zo'n bloemenkrans. En het matcht echt mijn outfit. Dus misschien dat ik hiermee een foto maak. I don't know of dat mooi gaat zijn. Dus ja, let's go naar het ontbijt. Zoals altijd zit Simon weer op de wc. Of course, dus ik moet weer wachten. Let's go. We waren te laat voor het ontbijt. Maar leg maar alles uit. Oké, tot 10 uur heb je zo gezegd Amerikaans ontbijt. En daarna, tot 11 uur, had je continentaal ontbijt. Dus we dachten gisteren wel Amerikaans ontbijt gedaan. Dus we gaan naar het andere ontbijt vandaag. Wat blijkt, continentaal zijn gewoon de overschotjes. Er was geen yoghurt meer. Geen fruit meer, geen eieren meer, er was niks buiten brood en cake. Heb ik hem een cake gegeten, lekker. Dus ja, 10 op 10. Hallo, hallo. We zijn in een stadje. Hersonissos of zoiets. Ja, het is echt cool. We zijn blij dat we uit het hotel zijn. Oké, is juist zien dat we hier niet overreden worden. Nee, ja, we gaan. Oké, tot straks. Zie je die meneer in de zee daar? Fucking crazy. Ik weet niet of jullie ons kunnen horen door de wind. Maar we zijn hier even iets aan het drinken. Dat is super lekker, dat smaakt naar aardbei. Mm-hmm. Maar er is super veel wind. We hebben ook net een straatkatje gezien. Dat was echt zielig. Ja, ribkatje, had zo geen staart. Dat was wel erg. Ciao, ciao, iedereen. Ik ga genieten van mijn strawberry. Ciao. Hallo, we zijn terug in het hotel. Simon is zich aan het aankleden. Wow, dat is felle zon. Wow, dat is mijn lichaam. Cool, oké, ja. We hebben een paar dingetjes gekocht. Sorry. In de spiegel. We hebben een paar dingetjes gekocht. I will show it and then I will show my outfit because dat I love it. Zo, kan ik dat hier zetten? Ja, oké, ik heb alles cadeau gekregen van Baboeletje. Super lief, maar ik heb ook dingetjes voor hem gekocht. Oké, deze ring heb ik gekocht met dat wit.
Dan heb ik ook het bandje gekozen. En dat is met het tekentje van Kreta. Dat is een symbool van Kreta. Simon heeft een hemdje gekocht. Allee, als cadeautje van mij. En hij gaat dat nu aandoen. Dus ik laat jullie zien als hij het aan heeft. Maar dit hemdje heeft hij gekocht. I like it very much. Het is wel cool, hè? Ja, echt super mooi. We gaan nu... Ah ja, dit is mijn kleed. Oh, het is weer heel rommelig. Dit is mijn kleed en ik hou echt van die print. Zie. Dat is echt zo met goud. Ik moet wel nog schoenen aandoen. En dan de rug is super mooi. We gaan nu naar de bar iets gaan drinken en dan gaan we naar het buffet gaan eten. Yes! En dan ben ik echt blij met dit hemd. Ben je blij met het hemd? Cool en de broek. Ja, echt heel mooi. En dit heb ik ook al gekregen van mijn broer. Ah ja, een bandje. Echt mooi. Ciao! Love. Hallo, hallo. Hallo. We zijn terug op de kamer. Ik heb een haar in mijn ijs gevonden. Tweede keer dat wij haar vinden. De vorige keer was dat er een haar in mijn soep. Nu dacht ik, ik ga eens een goed ijsje nemen. Dat is een haar in mijn ijs. Maar we zijn terug op de kamer, want we gaan slapen. We zijn allebei redelijk moe. En morgen een nieuwe dag. Dus we zien jullie morgen terug. Ciao. Bye bye.